What up, beste kijkers van mijn kanaal. Welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van Horizon Zero Dawn. Man, wat is het vet tot nu toe. Het veld van de gesneuvelde, aflevering 30. En bijna zijn we ook level 30. We staan hier samen met Arend. Hebben, zeg maar, aan het einde, zeg maar op drie kwart van de vorige part, zijn we het verhaal van Arend gestart. En de verschrikkelijke daad, de moord op zijn zuster. Niemand weet nu nog wie of wat het heeft gedaan. Wij gaan dat onderzoeken. Maar we zijn dus hier geëindigd. Ik moest hem wel eindigen in verband met de lengte van de part. En we gaan dus eigenlijk zo snel mogelijk verder. Let's go. Shadows are getting long. Wat betekent dat het dus nu gewoon laat op de dag wordt. Wat best kut is. These guys aren't Shadow Carja. They're from my tribe, the Oseram. Is this how your people usually greet each other? What the fuck's going on? So, that was an belachelijk vieze headshot. This is what you Uh-oh. What's that? What's what? I think it's calling in machines. Get ready. Ik krijg opeens twee trofies aan het begin. Shit, man. Oseram, not Shadow Carja. Looks like I was wrong about everything, as usual. Please, use that second sight of yours. I have to know what really happened. I'm on it. Ik vind Arend op dit moment echt fucking zielig eigenlijk. Dit is gewoon echt sneu voor hem, man. Oh shit. Boom. Ik zie dat ik een hele heftige schade heb gekregen. Het klinkt een beetje dom. Schade upgrade, zo kan ik het noemen. Bijvoorbeeld dit wapen. Daar moet je kijken. Ik gebruik zelf een schade van 25%. Maar ik heb er nu een van 27%. Dus die gaan we hoe dan ook vervangen. Dat is natuurlijk beter. En voordat we die second sight gaan gebruiken waar Arend het over heeft, gaan we eerst eventjes de onderdelen oppakken die ik van de sawtooth afschoot. En nou, dit is dan het heavy wapen dat ik heb gebruikt. Hier heb ik op een sawtooth geschoten. Waar de fuck is die heen? Can't be too prepared. Ik denk ik loot hem nog even. Maar nope. Ik ben in ieder geval nu ook echt super benieuwd wat er nou exact is gebeurd hier. Eens eventjes kijken. Het is in ieder geval echt een mooie area. Er zijn verschillende dingen die je kan onderzoeken. Wat is dit bijvoorbeeld?
So much blood. Bloedvlekken. What are those leather straps? Stukken leer. Those rocks. They're shattered. Het is wel gruwelijk trouwens. Ik had een headshot trophy gekregen. En meteen erachteraan een verwijder zware wapens van robots trophy. Dus ja, het ging wel lekker met de trophies op zich. Vertrouwt hij binnen ook niet echt. Nou, is niks te vinden, alleen wat puin. Of niet eens puin. Het is gewoon dit. Lol. Oké. Wat is er met deze stenen? Something hit these stones. Something I've never seen before. Fucking veel bloed, jongen. A lot of people died here. A massacre. Ugh. Armor straps, cut with a knife, and a rock with blood on it. Veel meer andere plekken nog. These look like Vanguard weapons. There's no blood on them. Ursa's men didn't fight back. Looks like you could mount some equipment on that thing. What the fuck is this? There, by the tripod. A used power cell. Praat met Erend. Ik vind het maar vreemd wat hier allemaal is gebeurd. Wat ik wel zag is een gedeelte oud puin, maar dat kan nooit Tom Baker zijn aangezien we die al hebben opgepakt. Dus laten we praten met Erend. Het is nog steeds mij niet helder wat hier is gebeurd. This is Ursus. Oh man. I thought she died in the field below, but must have been here. All this trickery. For what? Feels like it's just to torture me. I have a theory. But it takes a little imagination. So far your theories are better than other people's facts. All right. I think the Oseram ambushed Ursa and her men with a new weapon. They mounted it on that tripod up there. It fires waves of force, maybe sound. Looks like it cracked the stone there. I think it paralyzes people instead of killing them. It dropped the Vanguard right there. No blood on their weapons. No fight. But why paralyze them if you're only gonna move them and gut them? They were trying to hide something. Look here, a bloody rock. That they used to smash Ursa's face in. Or someone else's. These leather straps have been cut, as if they took the armor off someone. That can't be. Her body is lying in state in Meridian. I saw it. You said she was unrecognizable. Maybe they switched another body into her armor, someone around the same size, and mutilated it enough. So it could have been anyone. Even Ursa. Go back to Meridian. Take another look at that body. If it's really Ursa, of course I'm wrong. But if I'm right. Kippenvel. Then my sister could be alive. I'm going. Meet me back there when you can. Wow man, kippenvel kwestie hoor. Verdomme man, kut Aloy. Het is gewoon heel mooi. Niks kut Aloy, ik hou van Aloy. En van Erend. Als er iets met Erend gebeurt, jongen, dan ga ik gewoon huilen op het cd'tje van het spel. Alsof dat iets toevoegt. Nou en. Tot nu toe elke keer een character waar ik waarde aan hecht in welke game dan ook, die gaat neer. Dus ga er maar vanuit dat Erend gaat neer. Ontmoet Erend bij het Zonnepaleis. De quest gaat dus gewoon keihard door. De missie heet... Op naar de grens.
bevindt zich daar. Dus ja, laten we dat dan ook gewoon doen. Ik ben namelijk zelf nu ook verdomd benieuwd. We gaan fast travelen naar dit punt. En ontmoeten Aaron dan. Yippie-a-jee. Grapje. Ik ga zelfs hier naartoe fast travelen. Want dan kunnen we meteen die mee pikken. En een sidequestie pakken. Tot zo. Aaron is echt een toppetje tot nu toe. Ik hou van hem. Ik zei het net ook al. Al vanaf dialoog 1 met die man dacht ik, wow, dit is een coole character. En ik blijk een soort van gelijk te hebben. Of ik heb het totaal mis. Zou ook kunnen hoor, maar goed. Wat er in ieder geval gaat gebeuren, wat de planning is, is het feit dat we dit uitkijkpunt natuurlijk gaan collecten. En ja, onderweg daar langs of daar naartoe komen we dit punt tegen. Een extra missie. Dus laten we in ieder geval praten met deze man. It's a bit... Don't bother me, Outlander. I don't need a mercenary, I need a miracle. Someone who can tell me who slaughtered my men. I'm a good tracker. Maybe I can help. What happened? Mass murder, that's what. 5 night guards shredded like cabbage out there in the quarry. 5 men murdered? How? Don't know. One was a buddy from before the liberation. We worked this quarry together as slaves for the Mad King. My friend. May he walk forever in the light, knew how to fight. Fiends who did this must have had stealth or numbers. Could machines have killed them? Don't see how. The quarry is fenced and gated, and I've never seen a Glinthawk do anything like this. Anything strike you as strange or out of the ordinary? Well, let's see. Chunks of corpses, gushing blood. Sorry. Pressure's getting to me. Not used to murder. Nah, nothing unusual. Well, except we've been doing a little blasting lately. And Saravad said, no, that's just stupid. Nou ben ik ook benieuwd. Wat? You've been using explosives? Sure. To clear away bedrock and get to the good stuff, we do it for a week or so every year. But that's got nothing to do with the dead. They were torn apart, not blown up. What exactly did Saravad say? Ah, nothing. Kept babbling about a pile of rocks out there. Said he didn't remember it from yesterday. I told him that this here is a quarry where we move rocks all day. So rocks getting moved ain't so surprising, lunkhead. I'll have a look around the quarry. If you think it'll help. Oh, that's nice. Veel te letterlijk. Bloed op steen. Ja, prachtige sidequest. Nee, even serieus. Dit lijkt me mysterieus en tof om te doen, maar niet nu. Ik wilde hem namelijk alleen oppakken en ik was gewoon benieuwd naar het verhaal. Om dan vervolgens deze uitkijkpunt te gaan scannen. Ik denk toch wel een beetje dat het daarboven moet zijn ergens. Gok ik zomaar. En dan gaan we naar Aaron toe, want dat verhaal van Aaron trekt me toch wel heel erg aan nu. En dan zullen we vervolgens uiteindelijk wel een keer hier weer terechtkomen om die man te gaan helpen. Want inderdaad, de moord waar hij over spreekt klinkt ook vrij mysterieus. Ik zag deze riggels op afstand, dus ik gok dat we hier wel iets mee kunnen bereiken. Dit was heel riskant. Die heb ik gelukkig overleefd. Oké, perfect. Het is gelukt. We staan boven op de gekste rots ever. Was het?
dit. Dus deze vallei is uiteindelijk... A pack of shit storm tour. Dit was het ooit. I was sitting on my tent right here when Wyatt's call came through. I came as fast as I could, but you'd already slipped into a coma. We never got a chance to say goodbye. Mysterieus, hè? Zeer vreemd. Het is wel echt een prachtige plek nu. Sterker nog, dit heeft toch iets... hoe moet ik het noemen? Het lijkt een beetje op het Ottomaanse Rijk van vroeger, man. Het draagt een bepaalde stijl met zich mee. Het zou zo de Imperial Army van ESO kunnen zijn. De Elder Scrolls bedoel ik dan. Het kunnen bepaalde soorten groepen zijn uit The Witcher die deze stijl met zich meedragen. En als je dus zag wat het eigenlijk was, het was een gigantisch Amerikaans natuurgebied. Oké, daar zijn we weer. Het blijft een indrukwekkende stad, hoor. Besef ook dat dit is gebouwd nadat alles is fout gegaan. Hè. Dit heeft gewoon de nieuwe mensheid heeft dit opgebouwd. Het wordt denk ik ook wel tijd om de markering eens eventjes uit te zetten. Zo, ja. Oké, ontmoet Arend. Dit is het Zonnepaleis. Wie de fuck is deze gast? Nooit eerder gezien. Greetings, Aloy. I am known as Blameless Marad. Please come with me. You're needed for an important consultation. What do you mean? Where's Arend? He's inside, attending the Sun King, where we should be without further delay. Follow me, please. All of these people are here to see the Sun King. Yes, and each has come to ask a favor of him. Unpleasant, but that's politics. The Sun King is eager to meet you, the machine tamer with a curious eye for detail. It's all very intriguing. I'm not here to intrigue you. Too late. First the Oseram gets special treatment, and now outlanders from the savage East could be... What the fuck's going on here? Passed by some outlander woman? Unacceptable. Hoor je wat daar werd gezegd? Die mensen in de rij konden er niet tegen dat some outlander woman voor mocht. Ignore them. Nobles are like children who whine when they don't get a second helping of dessert. Ja, dat blijkt maar weer. Die man heeft het er toevallig ook over. What's the Sun King like? The most important thing is what he isn't like. His father. I think you'll find him to be a reasonable man. Wow, wat hebben we daar? Aloy of the Nora. She who sees the unseen. Welcome. It would seem you have done me a great service. Arend, tell her what you found. I checked Ursa's tomb. You were right, Aloy. The body is missing a scar below her right knee. I gave it to Ursa when we were kids, fighting over a toy sword. If the body is not Ursa's, then we must assume she is still alive. And I will not abandon her. We only know she was taken, not who took her. I can help with that. Ursa has an enemy among the Oseram. A warlord named Dervahl. Impossible. Every clan in the claim has been hunting for him since the liberation. He has to be dead by now. No other Oseram had the motive and ingenuity to lure Ursa into this trap. I expect to find him lurking somewhere near the border. I've already sent an agent to investigate. He'll be waiting for word from us at the marketplace in Pitchcliff. I can't move troops to the border without provoking the Oseram. But I could send a few vanguardsmen. And perhaps an exceptionally gifted Nora as well. Arend, Marad, let me discuss it with her privately. I hate to impose further after all you've done, but this is a matter of great importance to me. Whoa, man. What the hell?
It sounds like Ursa means a lot to you. Without her Oseram Vanguard, I would not have been able to liberate Meridian and end my father's brutal reign. Since then, it has been difficult to maintain peace between our tribes. But Ursa has a way of making her people see reason. So you see, I need her back at my side. And quickly. Who is Dervahl exactly? To understand Dervahl, you must first understand my father. He truly thought of himself as a sun god. His mind was broken. He believed that blood sacrifice would solve, well, everything. So he raided the other tribes for victims, especially the Oseram. Dervahl fought back. He crafted powerful weapons and rallied his people. My father responded with the ultimate cruelty. He captured Dervahl's wife and daughter and sacrificed them in the Sun Ring. Jesus, man. So, why would Dervahl go to so much trouble to kidnap Ursa? He felt she betrayed him. She fought by his side until she realized he planned to raise Meridian and butcher its people. And she came to me. Together, we stopped him and liberated the city from my father. Dervahl has spent every moment since trying to get revenge. Mostly on the other Oseram who fought with us. He made so many powerful enemies. I thought we'd seen the last of him. I was wrong. I'd like to ask you something about the Sundom and its politics. By all means. They call you a sun god who killed his own father in order to unite the tribes in harmony. Is any of it true? They say you can see the invisible, split an arrow at 50 paces, and tame machines at a glance. How much of that is true? It's not too far off. Well, I would like to unite the tribes in harmony, but you saw how many courtiers I have to deal with first. Maybe next week. Quite a place you've got here. You can almost see the little people below the mesa. You don't approve? Well, I have a secret for you. Neither do I. But we must be patient. Change won't come in a single sunrise. But will it happen at all, while men live in palaces? It might. Eventually. If people like you help me bring it about. Your politics seem very complicated. The Oseram are friends, but enemies too? I couldn't have liberated Meridian without the help of Ursa and her Oseram freebooters. Many of them have settled here. But the Eildermen of the Oseram clans and the Claim have become jealous of their success. So have many Karja nobles. It's a volatile situation, especially given the fact that my father raided the Oseram for years. Ursa helps keep the peace, promising a future based on mutual gain. But some, like Dervahl, will never let go of their venom. Het is echt wel duidelijker, man. What can you tell me about the Shadow Karja? What do they have to do with Ursa? They are remnants of my father's regime, holding out at the fortress of Sunfall to the west. Like him, they care only for domination, and seek to draw upon the power of the sun by spilling blood in its name. Since Ursa helped me take this city from them, they were perfect scapegoats. Dervahl knew this, of course, and planned it well. I need to get going. I know. Well, they say kings should never beg. But please, help me find Ursa. Who says that? Well, Murad, for one. Don't hesitate to ask him or Erend if you have further questions. Wat een aardige man eigenlijk. Hij blijkt toch wel een beetje een legend te zijn, aangezien hij zo tegen zijn vader in opstand is gekomen. Fucking ziek. Ik zag sowieso nog een volgende collectible. Meridian. Couldn't imagine living anywhere else. Zie je, dat is er nog één.
even kijken. Zijn er nog extra dingen? Nope. Laat ik even praten met Arend en dan kijken wat de missie zegt. So, I thought Ursa was dead. And I thought Durval was dead. Dead doesn't seem to mean what it used to. Or maybe I'm just an ass. Whatever. All I know is that it's time to find my sister and get some payback. I hope Murad's guy grabs us a lead. Ja, anders ik wel. Did Ursa ever tell you anything about Durval? We were both under his command for a while. Sort of. Helped him recruit an army to take out the mad Sun King. But then he got real creepy with Ursa. Needless to say, she wasn't interested, but he wouldn't let it go. Not to mention the fact that we realized he wanted to murder every Karja, not just the bad ones. Long story short, he's a grazer-licking dungbag. Okay, duidelijk. Avad seems committed to finding your sister. Yeah, those two got along. And some people say they shacked up, but I don't buy it. Seems a little skinny. Okay, some bad images are forming in my head. Let's just focus on finding her. And kicking Durval's ass. Awesome. Awesome. Let's go. I'd better go. Don't stand me up in Pitchcliff, okay? Ursa needs us. I know, man. Ik vind het echt spannend en tof. Wat is de quest awesome? Ik geniet. Oké, staan we dan. Geweldig achtergrondmuziekje. Geweldige questlines en story. En dit alleen van Arend. Ik hou ervan. Waar we heen moeten is helemaal daar. Jesus. Hetgeen wat we kunnen doen is reizen. Ik gok hier een markering op neerzetten. En dan hier ook ergens, zeg maar na deze infected area... de part te sluiten en in de volgende part weer verder te gaan met missies, want het is zo lastig. De game is zo groot, dus we gaan fast travelen naar dit punt. Gaan dan ongeveer een weg rijden naar de affected area en als we hier aankomen, moeten we dit gaan doen ofzo. Het is ook een niveau 32 infected area. Bizar. Ik weet niet eens of ik het durf. Ik denk dat ik het... Nee, ik ga... 32, ik speel op very hard. Ik ben nog niet eens niveau 30. We gaan dit niet doen. De markering gaat op de talnek. We gaan vanaf... Ja, het is duidelijk. Ik ga een heel andere route rijden. Ik ga vanaf hier, vanaf Dagtoren. Jullie kennen de quest wel, of de nederzetting wel. We gaan vanaf Dagtoren via rechts een keer. En dan gaan we naar deze talnek, nemen de talnek over, zullen hem opslaan ergens in de buurt, mogelijk nog een metalen bloem oppakken om de part te eindigen. En dan zullen we vanaf hier de volgende part gaan starten en de weg vervolgen naar Heuvelcliff. Ik hoop dat het duidelijk is. Let's go. Wat een lekker vrolijk muziekje, jongens. We zijn aangekomen bij Dagtoren. Game eventjes gequicksaved. Eens kijken, ik heb de markering al goed staan, right? Yep, we gaan naar de talnek. En ik heb er ook zin in en het is ook best een logische planning die we hebben. Beter als de planning die ik in eerste instantie had. Dit, omdat als ik zo ver de wereld in ga trekken, ik het allerbeste natuurlijk een talnek kan overnemen. Die zal me voorzien van extra informatie over het nieuwe gebied, dus ja, maakt meer sens dan mijn andere planning. Waar ben je, beest? Oh, daar is hij. Cutie boy, let's go. Hier is niets toevallig. Nope. Oké. Okay. Oeh, hier is wel die Stormbird. Beetje gevaarlijk. Wow, The Witcher. Sorry, dames. Check hoe mooi. Ja, dit is wel heftig, jongens. De Stormbird.
Oh man. Achterlijk grote beest. Shit man, godzijdank ontkomen aan de Stormbird. Dat is namelijk, dat stond niet op de planning. Leuk dat de Stormbird daar vliegt, maar als je het niet erg vindt, ga ik daar effies niet mee vechten op Very Hard, zo aan het einde van de aflevering. Er zijn helemaal geen vissen hier, valt me op. Ik heb namelijk vissenbot nodig voor alles wat ik wil bereiken. Qua upgrade, zeg maar. Ik wil alle buidels wil ik groter maken. Daar heb ik vissenbot voor nodig. Maar ja, het gaat lastig worden als ik geen vissen zie. Another signal. Talmax-signaal. Transmissie, scandata ophalen. Oké. Okay. Waarschijnlijk nog te verre afstand. Ik zie dat ik veel te close ben bij een bandit camp. Een niveau 17 Talmax. Awesome. Ik zie wel allemaal enemies op de een of andere manier op de kaart. Fuck, op de een of andere manier bevindt deze Talmax zich in een bandit camp? Of zijn hier gewoon random allemaal enemies aanwezig? Wat is dit nou weer? The killers. What are they doing here? Nou, zo zie je maar weer dat zelfs een outro van zo'n part echt een gigantische avontuur kan worden in Horizon Zero Dawn. Fucking vet. It looks like they're trying to capture the Talmax. Wow, waarom willen ze de Talmax in hemelsnaam capturen? To me, brothers! Wat, ben ik gespot? Ja, ben ik gespot? Just stay out of their way for now. Gekke headshot. Oké, die is neer. Ik vind het wel mooi om dit eigenlijk eventjes zo te doen. Mochten ze binnen willen komen, gaat het ze niet lukken.
Dat was volgens mij wel een mooie aanpak, Molleman, hè? Infectiewortel. Ik zal even overswitchen naar de gezondheidsdrankjes. Lekker. They're still looking. Kijk wat ze proberen, jongen. Waarom is die Talmec hun ding? Shit. Wat een vet avontuur in deze outro. Got eyes on him. Wow, waar komt die corrupte vandaan? Dit is denk ik tot nu toe de beste manier hoe ik een corruptor tot nu toe ooit heb uitgeschakeld. Dit was echt fucking vet, man. Uitgeschakeld met die touwen vastgebonden aan de grond. Kon geen kant op de deest. Hoe de fuck is dit gelukt? Ik kan nu dit heavy wapen oppakken. Oh, hardpuntpijlen. Company. Look alive. I'm gonna check that out.
can see them, they can't see you. Awesome. Steken ze gewoon in de fik, die mannen. We te maken met de laatste enemy. Shit man, het is zonde dat ik nog niet met hardpuntpijlen overweg kan, maar wat ik wel heel 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 erg ziek vind, is het feit dat het me allemaal is gelukt. Helemaal alleen. Eigenlijk heb ik de Talnek gered gewoon. Nou jongens, ik ben echt blij dat het me uiteindelijk is gelukt, helemaal in mijn eentje. Een heel groot avontuur alsnog geworden om deze Talnek locatie over te nemen. Onverwachts, ik had nooit verwacht dat deze hele bandits deze shit eromheen hadden gebouwd. Let's go, man. We gaan de poort eindigen. All right. Now I just have to reach its head. Shit, man. Wat een bijzondere game. Oh shit, 2 van die dingen. 2 Thunderjaws. Kijk die draw distance. Dat ik gewoon in de verte daar die vogels zie vliegen. De hele wereld is fucked up. Weet je wat apart is? Ze hebben deze game gevestigd in Amerika. Het heet Horizon Zero Dawn. Ik zit eigenlijk te denken, hoe is de rest van de wereld? Als Colorado er zo uitziet, wat de fuck is er gebeurd met de rest van de wereld? Hoppakee. Bedankt voor het kijken jongens. Tot de volgende aflevering. Dat wordt aflevering 31 waar we verder zullen gaan. Op Heuvelcliff samen met Erend. Op zoek naar de zus van Erend. Later.